Ze waren extreem vroeg opgestaan om door de hele gemeente protestbordjes op te hangen. Verreweg de meeste thuiszorgmedewerkers van Hollands Kroon verliezen per 1 mei hun baan. Maar na maanden van actie geven ze het nog steeds niet op. We krijgen best wel vaak een reactie van jullie strijden alleen maar voor jullie baan. Maar dat is totaal niet van toepassing. Want wij strijden voor de mensen waar wij al jaren over de vloer komen en die hulp gewoon heel hard nodig hebben. Een groot beplakt bord langs de A7 vormde het hoogtepunt van de actie. Een laatste poging om de gemeente op andere gedachten te brengen. Een gemeente zonder fatsoenlijke thuiszorg. En zo, wat proberen ze daarmee te bereiken? Wij proberen ermee te bereiken op het laatste moment, of tenminste we zijn al een hele tijd bezig in Hollandse Kroon. Via zeg maar, de gemeenteraad en de wethouder en acties in het dorp. Om de gemeenteraad toch tot het inzicht te laten komen dat ze de wet moeten gaan uitvoeren zoals die bedoeld is. Namelijk mensen die zorg nodig hebben, dat ook geven. Circa 700 hulpbehoevenden uit Hollandse Kroon krijgen straks geen ondersteuning meer. Volgens Karin begrijpen die mensen er niks van. Mijn cliënten waren twee oudere vrouwen van 87 die toch wel hulpbehoevend zijn. En ik probeer het al maanden uit te leggen, want dan is het, ja, maar ik heb toch al jaren die zorg en ik word alleen maar ouder. Hoe kunnen ze dit stoppen? Ja, het is heel moeilijk uit te leggen, want ze begrijpen het niet, die mensen.